Laurens, winnaar van de eerste knock-out dressuur die in Nederland verreden is. Hoe was dat? Ja, fantastisch. Nee, het was een heel leuk experiment om te doen. Ik denk dat we ook achteraf goed geëvalueerd hebben nu net. Om even wat te kijken wat er beter kon en wat er goed was. En ja, ik vond het zelf heel leuk om te doen. Mijn collega's ook. Het publiek was heel enthousiast. En ik denk dat het naar het publiek toe en ook naar een heel breed publiek toe interessant is om het via zo'n knock-out systeem te doen. Omdat je dan in principe alles laat zien wat de dressuur te bieden heeft. En het wel echt spannend maakt en ook inzichtelijk maakt wie er doorgaat. Ja, het is toch iets anders. Je rijdt met z'n tweede ring in. Niet alle paarden zullen dat leuk vinden, denk ik. Hoe kijk je daar tegenover? Nou, het was voor mij nu een goede oefening. Ik heb een bevestigd Grand Prix paard die af en toe in de ring zich wel eens een klein beetje af wil sluiten als hij het spannend vindt. En ik had nu eigenlijk een beetje de mogelijkheid om een klein beetje daaraan te werken en te experimenteren. En hij was de tweede ronde ook duidelijk fijner dan de eerste ronde. Dus ik was er eigenlijk heel blij mee zo. En ja, de eerste ronde moest ik heel even wennen dat ik naar mijn tegenstander, om het zo maar te zeggen, zat te kijken. Dat ik dacht, oh, dat moet ik niet doen. Ik moet niet proberen synchroon te rijden. Ik moet echt mijn eigen programma rijden. En dat is ook een punt van discussie. Wil je het nou synchroon hebben? Of wil je juist dat mensen het na elkaar laten zien? Zodat de juryleden ook iedere combinatie kunnen beoordelen. Is dit de toekomst? Nou, het zou absoluut iets kunnen zijn. Frank Kemperman begint hiermee omdat hij snapt dat je altijd moet blijven innoveren. En de dressuursport heeft natuurlijk geïnnoveerd met de Kuur op Muziek een heleboel jaren terug alweer. Dat is een enorme boost geweest voor de populariteit. En ik denk dat we misschien wel toe zijn aan een nieuwe boost. En dat zou wellicht goed mogelijk zijn via dit knock-out systeem. Oké, nou, dankjewel.